Maar meneer Terlouw, hoe kijkt u hier nou naar deze twee heren? Is er dan nog iets dat u tegen ons wil zeggen? Misschien mogen we nog één keer een beroep op u doen. Nou goed dan. Waar is de camera voor de viral? Deze? Oké, moment, dan maak ik mijn ogen even waterig. Oh ja, dat helpt. Vroeger, toen ik klein was, gingen oude mensen nog met pensioen. Je had een leven lang hard gewerkt en daarna kon je welverdiend wegkwijnen in een krap bejaardenflatje. Met een zieke kat en een pak brokkelige melk in de koelkast. En overal hing een lijklucht in het trappenhuis. Bejaarden lagen vredig achter hun voordeur, vergeten, omdat de samenleving zonder hen ook verder kon. En nu? Er hangt geen lijklucht meer in het trappenhuis. Alle bejaarden zijn aan het werk. Ze moeten formeren, het Nederlands elftal redden of de kijkcijfers van Matthijs opkrikken. Maar wij zouden niet nodig moeten zijn. Ik zou niet meer nodig moeten zijn. Ik wil gewoon uitdoven in mijn luie stoel. Elke dag steeds iets minder boodschappen onthouden. En dan rustig inslapen met Martine van Os op mijn beeldscherm. Het is tijd om ons met rust te laten. Bouw je eigen wereld, waar de lijklucht weer in de trappenhuis hangt. Dank u wel. Dankjewel voor het kijken. Heb je nou genoten? Nou, kijk dan de hele uitzending terug op NPO Start.